Ben je overspannen? Heb je hoofdpijn, spierpijn? En ga je zoeken in de gemeentegids van Raalte? Dan zie je door de bomen het bos niet meer. Een hele rij natuur- en alternatieve geneeswijzen. Vandaag ga ik op bezoek bij Christine de Graaf in Heino, klankschaalmasseur en holistic pulser. Christine, ik hoorde je net het woord klankschaal noemen. Ik pak er even een. Ja, is goed. Er staan er heel veel hier in de kamer. Wat ga je ermee doen? Daar kan ik ook een massage mee geven. Met een schaalmassage geven? Ja. Dat wil ik zien. Ja, dat is ook heel leuk. Het is ook leuk om te horen. Dus zo'n schaal die wordt aangeslagen, als die op een lichaam gezet wordt en ik sla hem aan, dan geeft hij een klank en een trilling. De klank. En de trilling. En de trilling. Ja. Ja. En nu ga je dus deze schalen, kleine en grote, ga je op haar lichaam zetten. Ja, en die sla ik afwisselend aan, zodat er verschillende klanken en trilling haar lichaam binnenkomen. En dat geeft een hele diepe ontspanning. We gaan kijken. Oké, ga ik het doen. Sla ik hem aan. Doe het nog eens. Ik kan er nog één bij zetten. Dan gaan de klanken zich verweven met elkaar. Dus klanken gaan zich verweven, ja? Ik heb weinig muzikaal gevoel, maar ik hoor wel dat ze verschillend klinken. Ze klinken verschillend. Deze klinkt wat zwaarder. Deze wat lichter. Dat heeft ook allemaal effect op het werken van het brein, van de hersenen. Wat voel jij nou? Ik voel de trillingen echt door mijn hele lijf heen gaan. En is dat lekker? Dat is een heerlijk gevoel. Dat is echt heel ontspannend. En ook al is het geluid weg, dan blijf ik de trilling nog navoelen in mijn lichaam. Wordt dat veel gebruikt, klankschaaltherapie? Nog niet zo heel veel. Het is vrij onbekend, wat ik zelf heel jammer vind. Want het is echt heel leuk om het uit te voeren, maar ook om het te ontvangen. En het gaat dieper dan een gewone massage. Als je een massage met olie hebt, dan word je weliswaar aangeraakt. Maar dat is de buitenkant. En de schalen die gaan gewoon veel dieper het lichaam in. Dus je bereikt andere gebieden van het lichaam aan de binnenkant. Wat voor soort mensen, categorie mensen, waar zou nog zo'n klankschaaltherapie belangrijk voor kunnen zijn? Nou, voor heel veel mensen. Mensen met slaapproblemen, kinderen met ADHD bijvoorbeeld, die kunnen er erg rustig van worden. Oudere mensen, mensen die weinig in beweging komen, dat is gewoon ideaal voor. Ze hoeven niet uitgekleed te worden. Dus mensen in verzorgingshuizen die eigenlijk hele dagen op bed liggen. Ja, en ook al kunnen ze de schalen niet op hun lichaam verdragen, dan kan ik ze er nog omheen zetten, want dan heeft dat hetzelfde effect. Terwijl jij nog maar doorgaat met schalen in beweging zetten, vraag ik me af van, hoe word je nou bekeken zo hier in het dorp door de medische wereld? Geen idee. Weet ik echt niet. Hebben jullie daar nou contacten met elkaar? Nee, ik heb er geen contacten mee. Misschien anderen wel, maar ik niet. Nee. Ik weet wel over het algemeen, snappen ze het niet zo erg. Maar ja, wij weten gewoon dat er heel veel gebeurt met mensen. Ze blijven dan nog steeds twee gescheiden werelden? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk wel dat het aan het oplossen is. Omdat er zoveel mensen zijn die niet verder komen en dan toch dit soort dingen op gaan zoeken. Ja, maar, en nu kom ik bij de kosten terecht. Ja? Als je naar een arts gaat, dan word je vergoed. Over het algemeen worden de kosten vergoed door ziekenfonds. Hoe zit het hier? Bij mij niet. Bij mij krijgen ze niets vergoed. Het kost 35 euro per uur.
Dat ben je kwijt en dat wordt niet vergoed, nee. Ja, ik zie het als een onderhoud van je systeem. Ja, en als je naar de schoonheidsspecialisten gaat, dat is ook een onderhoud van je systeem. Dat krijg je ook niet vergoed. Dus het is ook maar net hoe je gedachtegang daarover is, denk ik. Ja, dus zo zie je het eigenlijk meer. Ja, ja, ja. Ik zie het echt als onderhoud van je hele systeem. Zijn er lange wachtlijsten? Nee, geen lange wachtlijsten. Mensen kunnen gewoon bellen voor een afspraak. Nou ja, de ene keer moeten ze even wat wachten. De andere keer dan kunnen ze misschien 's middags al terecht. Dat is heel afhankelijk hoe de agenda eruit ziet. Wat voor soort mensen komen hier nou? Van alles. Hier komen we een jongere vrouw tegen. Maar ja. Wat zijn over het algemeen zo de mensen alle, die alle hier komen? Alle lagen van de bevolking wel. Ja, kinderen, volwassenen, ouderen. Ja. En iedereen kan ook gewoon terecht. Ik hoor bij jou een hele diepe zucht. Is het zo lekker? Ja, dat is heel, ja, dat is heerlijk. Ja. Het is echt genieten. Zo, ja, ja. Het geeft gewoon een hele diepe ontspanning. En, ja. Je hebt dit vaker gedaan, zeg je. Ja. Nou, ga je straks van die tafel af. Hoe lang werkt dit na, mag ik het zo vragen? Dat ligt een beetje aan hoe ik zelf verder mijn dag indeel. Als ik nu gelijk zeg maar naar mijn werk ga en ik ga volop in de stress zitten, nou, dan is het zo weg. Maar laat ik dit even bezinken en geniet van dit gevoel, dan duurt het, is het effect ook langer. Omdat ik me dan bewust word en dan weet ik van, oh ja, dit is wat zo lekker voelt. En dan ga ik er meer voor kiezen om iets meer in de rust te blijven. En dan kan ik op een gegeven moment ook naar mijn werk gaan en meer dingen langs mij heen laten glijden. Zo van, oké, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Is dat vrij normaal wat hier gezegd wordt? Ja hoor, ja. En het kan ook langer nasudderen als wat mensen zelf in de gaten hebben. Maar als je inderdaad even de tijd geeft ook, de rust gunt, dan, ja, dan is het echt voelbaar voor jezelf. Klankschaal, holistisch, was je bezig. Trouwens, wat betekent dat holistisch? Holistisch is, staat voor lichaam en geest. Dus heel de mens, zeg maar. Ja, want dat is toch ook vaak de bedoeling, hè? Van, mag ik het zeggen, alternatieve manieren van de hele mens. Ja, de hele mens. Dus niet alleen het symptomen bestrijden, maar echt zorgen dat de hele mens gezond wordt. Christine, waar ben je nou mee bezig? Nou, ik ben nu het water in beweging aan het zetten in een klankschaal. Dit is voor mij een manier om mensen een beetje duidelijk te maken wat er in het lichaam gebeurt. Dus jij draait met... Ja. Wat is het? Dit is een klankschaal en dit is een aanwrijfstokje. Aanwrijfstokje, dat woord zag ik. Ja, zo noem ik het. En dat is voor mij echt een manier om het duidelijk te maken. Want je lichaam bestaat voor 80% ongeveer uit water. En als ik dus met klankschalen werk, wordt dat in beweging gezet. Ja, want ik zie nu dansend water in deze schaal. Ja, dit is natuurlijk wel heel heftig. Ja. Omdat dit echt puur water is, daar bestaat je lichaam niet uit. Maar het is voor mij wel een methode om het zichtbaar te maken voor mensen.